Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar fossiele en biobrandstoffen en we kijken naar de korte en lange koolstofkringloop. De korte koolstofkringloop die ken je wel. Planten die halen CO2 uit de lucht en samen met water maken ze daar glucose van, cellulose zetmeel. Organismen gebruiken die glucose weer als brandstof en daarbij komt CO2 vrij en dan is de koolstofkringloop gesloten. En dat glucose wordt dus gebruikt als brandstof. Er is ook een lange koolstofkringloop. En dit plaatje maakt dat duidelijk. En dan moeten we even kijken hoe je dat moet lezen. Hier zie je een tijdbalk. En die van links naar rechts gaan we van verleden naar nu. En 300 miljoen jaar geleden was er ook al sprake van fotosynthese. CO2 werd vastgelegd in glucose. En glucose bevat zo'n 50% koolstof, massaprocent. En 300 miljoen jaar geleden kwamen er plantenresten onder de grond terecht. En door de druk van de grondlagen verandert de samenstelling van die plantenresten. Je ziet dat het massapercentage koolstof langzaamaan toeneemt. En op deze manier is het dus zonlicht vastgelegd in glucose en bevat die fossiele brandstoffen bevatten dus eigenlijk dat energie van de zon. En die fossiele brandstoffen, dan moet je dus denken aan aardolie, steenkool, aardgas. Die bevinden zich diep onder de grond. Waarom is dit nu een lange koolstofkringloop? Nou, normaal gesproken komt dit soort brandstof, deze koolstof, komt via langzame geofysische processen weer naar boven. Wat bedoel ik met geofysisch? Nou, dan moet je denken aan aardbevingen, vulkanisme, langzame processen waarbij aardplaten verschuiven enzovoorts. En over miljoenen jaren komt dan die CO2 weer in de lucht. Dus dat is een lange kringloop. Die korte koolstofkringloop hier, daar zit ongeveer 400 volume ppm CO2 in de lucht. En deze kringloop is nu een stabiele kringloop. En rekent niet op die koolstof die 300 miljoen jaar geleden onder de grond is vastgelegd. Nou, wat wij doen is, wij willen energie. Dus we wekken met fossiele brandstoffen energie op door die brandstoffen te verbranden. En er komt extra CO2 in de lucht. En dan neemt die hoeveelheid CO2 dus toe. Hè, want dit was een gesloten kringloop. En er komt dus CO2 van buitenaf bij. En dan neemt het percentage toe. En dat betekent opwarming van de aarde. Want CO2 is een broeikasgas. En dan krijg je versterking van het broeikaseffect. En nou ja, dat verhaal ken je verder wel. Dus de korte koolstofkringloop. Nou, hoe kunnen wij nu voorkomen dat die hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt? Nou, je kunt denken aan zonne-energie, windenergie, dat soort vormen. Je kunt ook denken aan biobrandstoffen. En die biobrandstoffen, dat zijn brandstoffen die bevatten koolstof, die deel uitmaakt van die korte koolstofkringloop. Daar zijn drie soorten van. Je hebt de eerste generatie en die wordt gemaakt van grondstoffen die ook kunnen concurreren als voedsel. Dus bijvoorbeeld mais of suikerbieten. En eigenlijk wil je dat natuurlijk niet. Tweede generatie, dat is biobrandstof die je maakt van afvalproducten. Dus bijvoorbeeld de bladeren en de stengels van die mais. En derde generatie is, gebruik je algen. Algen doen ook fotosynthese. En daar kun je een olie uitwinnen en die olie kun je inzetten als brandstof. Nou, en die algen, dat staat helemaal buiten landbouw en voedselproductie. Nou, die eerste generatie, hier zien we dus een gewas dat glucose vastlegt, of koolstofdioxide vastlegt in glucose met fotosynthese. Deze reactievergelijking, die mag je overnemen en even kloppend maken. 6CO2 met 6H2O, dan krijg je 1 molecuul glucose en 6 zuurstof. Nou, en op die manier zit er dus zonlicht vastgelegd in die glucose. En glucose kun je heel makkelijk vergisten, en daarbij ontstaat alcohol, C2H6O. En die alcohol die kun je vervolgens verbranden. Daar heb je zuurstof bij nodig. En dan krijg je CO2 en water. En die CO2 ja, die is niet zo problematisch. Want die planten hebben CO2 uit de lucht gehaald. Die hebben daar glucose van gemaakt. Die glucose hebben wij chemisch omgezet in alcohol. En die gaan we bijmengen in de auto. En als je dat verbrandt, dan komt daar weer CO2 bij vrij. Maar dat zit dus in die korte kringloop, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht niet toeneemt. Nou, is theoretisch een mooi verhaal, maar die gewassen die moet je wel verbouwen. Daar heb je tractoren voor nodig enzovoort. Rijden die dan ook op biobrandstof?
En je hebt wel heel veel landbouwgrond nodig, wil je alle auto's op bioalcohol willen laten rijden. En het is natuurlijk ook concurrerend met voedsel. En deze cartoon die maakt dat pijnlijk duidelijk. Deze jonge man heeft honger. En deze meneer die wil zijn auto laten rijden op biobrandstoffen. Eigenlijk kun je dat niet meer maken. Een andere manier van biobrandstof, hier zien we een molecuul diesel van fossiele brandstoffen. Het zijn lange moleculen met veel koolstofatomen. En hier zien we een molecuul zoals dat in plantaardige oliën voorkomt. Lange ketens. En die lange ketens die zijn hier verbonden met elkaar door een glycerol-eenheid. Nou, die kun je in stukken knippen door er te laten reageren met methanol. Je ziet hier nu dat deze aan de linkerkant die bindingen verbroken zijn. En we hebben nu 3 keer dit molecuul gekregen. En dit lijkt heel erg op dat biodiesel, op dat gewone diesel. En dan kun je dus prima verbranden in dieselauto's. Hiervoor geldt, plantaardige olie is misschien niet direct een voedselproduct. Je kunt hier nog boter van maken of zo. Dit is koolzaad, zie je veel in Duitsland. Daar kun je dus een olie uitwinnen en daar kun je auto's op laten rijden. Maar je hebt dan wel niet direct concurrentie met voedsel. Maar het is wel landbouwgrond waar je natuurlijk ook op gaat kunnen verbouwen. En wat we ook zien gebeuren is dit, en dit is wel een heel problematisch beeld. In warme gebieden waar veel oerwoud is, daar worden die oerwouden gekapt om palmplantages neer te zetten. En je ziet hier zo ver als je oog kan reiken, zie je allemaal palmbomen staan. En daar wordt palmolie uitgewonnen om hier in het westen onze auto's op te laten rijden. En dan kun je zeggen dat je heel goed je brandstof gebruikt, maar in werkelijkheid wordt daar oerwoud voor gekapt en je moet je afvragen of dat zo goed is voor het milieu. Nou, dan hadden we de tweede generatie. Hout kun je pyrolyse mee doen. Het is verhitten zonder dat er zuurstof bij komt en dan krijg je ook een olie. En daar kun je een biobrandstof uithalen. Nou, dan hebben we nog die derde generatie. Algen laten groeien, dat kun je doen van deze bioreactoren. En die leggen ook CO2 vast, die maken daar een olie van. En die olie kun je dan gebruiken als biobrandstof. Allemaal dus onderdeel van de korte koolstofkringloop. Alleen mijn persoonlijke mening is dat die biobrandstof is een leuke tussenoplossing. Maar wij zijn zo verslaafd aan energie in onze maatschappij, dat met alleen maar biobrandstoffen gaan we dit niet oplossen. Dan hebben we zoveel landbouwgrond en biobrandstoffen nodig, dat gaat niet lukken. Dus we zullen ook moeten kijken naar andere vormen, zoals zonne-energie, windenergie. Goed, tot zover deze aflevering over de korte en de lange koolstofkringloop en over fossiele en biobrandstoffen. Wil je nou oefenen? Kijk op mijn website, daar vind je extra oefenmateriaal. Ik dank je wel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van Kemia.nl.